De Jerez Pro is de meest geavanceerde handschoen van Revit als het op veiligheid aankomt. Zo oud de MotoGP heeft deze al meerdere rijders weten te beschermen. Ik ben Justin van Motorkledingcenter TV en in deze video ga ik je meer vertellen over de Jerez Pro handschoenen van Revit beschikbaar op motorkledingcenter.nl. De Jerez Pro is gemaakt voor iedere diehard circuitrijder die natuurlijk vooral in de zomer rijdt. De buitenlaag van de handschoen is volledig gemaakt van geitenleer en van kangoeroeleer en heeft aan de binnenkant ook nog een kevlarvoering voor een extra hoge slijtvastheid. Als we de handschoen van dichtbij gaan bekijken, zien we dat deze handschoen weer bomvol zit met protectie. Zo zien we bovenop de handpalm een dual compound protector en ook zo'n dezelfde protector op de pols voor een extra hoge slijtvastheid en natuurlijk ook de allerbeste impact protectie. Zo zien we ook nog TPU sliders op de vingers staan, op de handpalm en aan de zijkant van de pink, samen met natuurlijk weer een extra dik stuk leer voor een hoge slijtvastheid. Ook heeft de Jerez Pro nog een extra laag Kevlar aan de volledige bovenkant van de handschoen voor een nog hogere slijtvastheid en is deze handschoen natuurlijk ook weer afgewerkt met de powerjarn garen, zodat die extra stevig is en zodat die niet zomaar open kan scheuren bij een crash. Aan de binnenkant van de handpalm zien we ook nog een stuk pittagsleer, wat zorgt voor een hoog comfort en ook nog een extreem goed gevoel in de motor. Zo hebben ze aan de binnenkant van de handpalm ook geen extra voering geplaatst, zodat je eigenlijk met je handen direct op het leer zit, waardoor je nog meer gevoel houdt in de motorfiets. Ook is hij aan de buitenkant natuurlijk weer afgewerkt met stiknaden, zodat die niet aan de binnenkant zitten, zodat je er geen last van krijgt tijdens het rijden. Ook zien we natuurlijk weer genoeg ventilatie bij de vingers. Hebben we op de dual compound slider ook nog een ventilatieschachtje zitten. En zien we aan de binnenkant van de pols ook nog extra perforatie. Ook heeft de sluiting nog een meshvoering zodat de warme lucht niet om je pols heen blijft hangen. En zien we hier aan de binnenkant nog een extra stukje protectie voor de bovenkant van de pols. Natuurlijk heeft de Jerez Pro ook een dubbele sluiting, zodat het niet uitmaakt welke kant je opglijdt, maar dat hij altijd dicht zal blijven zitten. Als we de binnenkant van de handschoen gaan bekijken, zien we aan de bovenkant het stuk Kevlar zitten wat helemaal door zit aan de binnenkant van de handschoen. En zien we aan de andere kant het tri-fleece voeringje zitten, wat alleen op het polsgedeelte zit voor een prettigere feeling. Wilt u alles bijhouden wat Motorkledingcenter doet? Volg ons dan op Facebook, Instagram of abonneer op ons YouTube-account. Vond u deze video nuttig? Klik dan op het duimpje omhoog. En wilt u weten wat voor u de ideale maat handschoen is? Blijf dan even hangen. Ik ben Justin van Motorkledingcenter TV en bedankt voor het kijken.